Experiment 18B. Kun je vrouwen versieren in gênante situaties? Wat ga je doen, Tim? Ik ga vrouwen proberen te versieren in een sekswinkel. Dus en naar de sekswinkel en de ware tegenkomen. Top, man. Kan wel. Goedendag. Mag ik wat vragen? Wat is eigenlijk het verschil tussen deze en deze? Wat betreft, hier zitten dan van die balletjes in. Ja, dus je hebt hier iets meer stimulatie. Deze is vooral veel groter. Dit is een soort konijntje of zo wat erop zit. Ja. Hoe is dat dan? Is het ook voor mannen te gebruiken? Of is dat... Tuurlijk, ja. Nou, ik denk dat ik voor nu wel genoeg weet. misschien een beetje een gekke vraag, maar ik vind je best wel open houding hebt hoe je me helpt. Heb je misschien zin om een keer een drankje te doen anders? Nee, dat gaat niet lukken. Nee, oké. Okay, nee. Nee. Maar ik weet niet waar deze vandaan komt. Zal ik even terug. Niet, helemaal geen drankje. Nee, helemaal geen drankje. Deze jongen. Oh. Aanhouden wind. Denk je? Mag ik het vragen? Maar gebruik je dit dan alleen vagina of is het dan ook... Nee, deze doe je zeg maar erin en dan gaat dit zo bij klitje. En dan gaat bij klitje, heb je dubbel orgasme. Oh, je doet het even voor. Ja, ik laat even zien hoe het moet zijn. Oh ja. Vinden meisjes het leuk? Nee, deze is voor homo's, schat. Tim zag dat ding en denkt, die koop ik. Je moet altijd met die klitjes spelen. Precies, en dan ga jij lekker en dan doe ik keihard en dan pomp je er keihard. Pomp ik hem helemaal, pomp ik hem helemaal dik gewoon zo. Nou, dan moet ik er wel klaar over, denk ik. Ja, misschien een beetje gek. Heb je zin om ons een keer een drankje te doen? Met mij? Met jou? Lieverd, ik ben op een set, schatje. Oh, nou. Sorry. Nou, top. Oh, Tim. Maar zo vriendelijk te helpen over of de dildo's wel en niet voor mannen konden en ook voor vrouwen. Ja, jij doet alles, hè? Maar ja, het lijkt me alsof zij het natuurlijk helemaal niet gênant vindt dat je zoiets vraagt. Dat is haar dagelijkse kost. Dat is meer gênant voor mij dan voor haar, volgens mij.